Hoi, ik ga zo naar de manege toe en ik ga het lekker vloggen. Dus laat ik jullie meenemen. Hey. Dit is dus Odini. Hij is mijn bijrijdpaard. Hij is al 19 jaar, maar hij is nog hartstikke fit. Hij is dus niet mijn eigen paard, maar mijn eigen paard staat hier ook op de manege, maar die staat hier verderop. En daar ga ik naartoe zodra ik klaar ben met hem, dus ja. Nou, ik ben klaar met het poetsen, dus ik ga hem nu opzadelen. En zoals je ziet, hij is best wel groot voor mij. Wow. Ja, dat is altijd een beetje een probleem. We zijn klaar met opzadelen, dus we gaan naar de bak toe. We staan nu in de buitenbak en we gaan lekker rijden. Hè? Nou, dan kan ik gaan opstappen. Oh ja. Ja. Nou, ik loop nu dus weer met Odini terug naar stal. Het rijden ging eigenlijk best wel goed. Alleen ik merkte wel dat ik niet echt bij de les was, laat ik het zo zeggen. Ik ben gisteren namelijk naar de Dutch YouTube Academy geweest. En dat was gewoon echt heel vermoeiend. En ik heb ook niet zo goed geslapen, dus ik merkte wel dat ik daardoor gewoon niet zo uit opletten was. En daardoor ging het rijden ietsjes minder, maar Odini deed het gewoon goed, dus lag gewoon naar mij. Ik ga hem denk ik nog even in de paddock zetten, want dat heeft hij wel verdiend. Kan hij even rollen. Dit is dus Noora. Noora is mijn pony. En alleen ze is al heel lang kreupel, echt al een half jaar. Oh. Gezellig, kat erbij. Ze is echt heel braaf. Ja, dus ik heb een half jaar niet op haar kunnen rijden. En we weten nog steeds niet de oorzaak van wat het is. Maar ja, ik kan haar wel gelukkig nog lekker koelen en borstelen. Ja, een beetje vrij dressuur doen. Hè? Maar ik ga haar nou nog lekker in de paddock zetten. Dan kan ze ook nog even rollen als ze wil. En dan als laatste trucje, shake. Goed zo. Ja, brek. Ja,
Maar ik ben klaar en mijn camera is ook leeg. Dus ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken en dan tot de volgende keer weer. Doei!